Ondanks de aanscherping van de coronamaatregelen kon het Sint Maartenfeest in Heidhuizen afgelopen zaterdag doorgaan. Na een samenkomst in de Sint-Nicolaaskerk gingen de kinderen op pad. Onder het genot van chocolademelk en wafels werd er volop genoten van dit mooie feest. Tja, het was wel slikken voor menig carnavalsvierder toen de voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg recentelijk liet weten dat veel evenementen in onze regio niet kunnen doorgaan. In Roermond kwam dit besluit hard aan. Roermond mag namelijk dit jaar de aftrap van de 11e van de 11e organiseren. Inmiddels zijn ook in Zuid-Limburg diverse carnavalsevenementen afgelast. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. Burgemeester Rianne Donders en wethouder Angelie Waaien van Roermond gingen vandaag, maandag 8 november, in gesprek met vertegenwoordigers van de horeca en de carnavalsverenigingen. Doel van het gesprek was de genomen maatregelen toe te lichten, maar ook om te kijken wat er wel zou kunnen. Aan de Margaretastraat in Ittervoort, waar ooit de oude bakkerij was gevestigd, wordt een nieuw onderkomen voor Spaanse arbeidsmigranten gerealiseerd. De gemeente heeft vergunning afgegeven voor de verhuur van 12 kamers. De buurt is er niet blij mee. Ze vrezen geluidsoverlast en parkeerproblemen. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd om de vergunning aan te vechten. Het ziet er naar uit dat de wielerbaan in Neer definitief kan doorgaan. Een kleine meerderheid van 3 stemmen van de Staten gaven alsnog groen licht voor provinciale subsidie van €750.000. Een bijdrage van de gemeente Leudal aan het project was mede afhankelijk van het al of niet verkrijgen van de provinciale subsidie. Maar er zijn ook tegenstanders van de wielerbaan. De stichting Duurzaam Neer en Omstreken heeft laten weten zich tegen de aanleg van de wielerbaan te blijven verzetten. Westrom Groen heet vanaf 2022 Groen Doen. Onlangs onthulde wethouder Marianne Smitsmans onder toezicht oog van ruim 100 medewerkers de nieuwe locatie en het logo van Groen Doen aan de Daalakkerweg in Roermond. De nieuwe naam voor de organisatie werd zelf door de medewerkers bedacht. Gemeente Roermond wordt eigenaar en opdrachtgever en combineert op deze wijze het integraal onderhoud en beheer van de openbare ruimte met het duurzaam bieden van werk aan specifieke doelgroepen binnen de arbeidsmarkt. Vanwege de stijgende coronabesmettingen in de regio openen Protheon, Land van Hoornen en de Zorggroep aanstaande woensdag uit voorzorg een corona-afdeling. De afdeling krijgt 14 bedden en moet zowel de verpleeghuizen als de ziekenhuizen ontlasten. Cliënten van verpleeghuizen die tijdelijk niet naar huis kunnen of vanwege een besmetting niet opgenomen kunnen worden in een verpleeghuis, kunnen er terecht. Daarnaast kunnen de ziekenhuizen ontlast worden omdat er een betere doorstroom is voor hun patiënten. Nu de coronabesmettingen weer toenemen en het ernaar uitziet dat ook de zorg weer zwaarder belast gaat worden, is dit ook merkbaar in het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Hoe is de situatie daar nu? Nou, op dit moment is het best zorgelijk. We hebben een forse toename gehad aan coronapatiënten. En de prognose voor de komende weken, ja, die stemt ook somber, zou ik maar zeggen. En we hebben dan ook maatregelen moeten nemen in huis. Dat betekent ook dat we de corona-afdeling weer geopend hebben. Dat we ons ook voorbereiden op nog een verdere toename van het aantal patiënten. En dat betekent dus ook dat we andere activiteiten op dit moment aan het beperken zijn. Daarnaast zien we ook dat er een best hoog ziekteverzuim is onder het personeel. En dat heeft ook brengt beperkingen met zich mee voor de capaciteit. Door corona worden operaties afgezegd. Is dat zo? Dat klopt. Op dit moment hebben we ongeveer de helft van onze operatiecapaciteit open. Daarmee kunnen we de acute zorg en de oncologische zorg goed bedienen. Daarnaast proberen we ook nog wat dagbehandelingspatiënten te behandelen. Maar betekent ook dat inderdaad op dit moment weer operaties afgezegd worden. Er worden extra maatregelen genomen. Kunt u dat uitleggen?
Op dit moment hebben we de mondkapjesbeleid hebben we 2-3 weken geleden eigenlijk al opnieuw ingevoerd. Daarnaast houden we ons natuurlijk aan de basismaatregelen die er zijn, de 1,5 meter, de hygiënemaatregelen. En we overwegen ook maatregelen met betrekking tot bezoek en begeleiding van patiënten uit te breiden. Daar laten we ons leiden door de richtlijnen die opgesteld zijn door de medisch specialisten. Hoe denkt u dat de situatie zich gaat ontwikkelen hier in het ziekenhuis? En hoe hou je dat allemaal vol? Het personeel heeft het ongelooflijk zwaar. Dat zien we. We zien het ook terug in een hoger ziekteverzuim. Zeker op een aantal afdelingen die het de afgelopen golven flink voor de kiezen gekregen hebben. Maar het is zwaar voor iedereen in het ziekenhuis. We hebben ook als regionale ziekenhuizen in de regio Limburg hebben de noodklok eigenlijk geluid. We maken ons gewoon ernstig zorgen over hoe het de komende weken ervoor staat. En nu? Het moet lukken, maar dat betekent ook dat we keuzes moeten maken. We proberen die acute zorg en met name de oncologische zorg echt goed in de lucht te houden. Maar dat betekent inderdaad keuzes maken en dat betekent ook dat we in de planbare zorg ook keuzes moeten maken. Dus dat betekent ook dat we opnieuw mensen mogelijk teleur moeten stellen omdat operaties niet door kunnen gaan. In verband met de raadsvergaderingen in de gemeente Roermond, Maarschouw en Leudal zal op dinsdag 9 en op woensdag 10 november geen ML5 actueel te zien zijn. En dan het weer voor de komende dagen. Het ziet er goed uit. Zonnig en droog met temperaturen rond de 10 graden.